radio voor Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Dit is jouw muziek en nieuws uit je achtertuin. 6 FM met nu. 6 FM in business. Elke vrijdagmiddag tussen 5 en 6 toonaangevende en nieuwe ondernemers uit de regio. Blijf op de hoogte van de nieuwste start-ups, fiscaliteit en een gezonde dosis lifestyle. Dit is 6 FM in business met Kent Hansson en Lars van Loon. Ja, meneer Hansson, hoort u mij? Goedemiddag, meneer Van Loon. Ja, het is nogal rumoerig op de achtergrond, hè? Ja, zeker, want we zitten in het Brinkhuis, Brink 29 in Laren. Ik wilde net een post, hoe zeg je dat, de prijsvraag uitschrijven. Ja, ja. Het is, raad waar die staat. Ja. Met Henk Morien. Ja, ja, ja. Nee, luisteraars. Goedemiddag en welkom bij een gloedje nieuwe aflevering van 6 FM in Business. Het bedrijf van Ineke Zwart bestaat vandaag op de kop af precies, nee, exact 3 jaar en 2 dagen. Alle reden om dat met ons in het Brinkhuis te vieren, lijkt me. Inique for You heet haar bedrijf en daarmee helpt ze bedrijven met het organiseren van hun backoffice. Een fikse backlog, binnen een paar dagen wegwerken, is waar je haar en haar klanten helemaal blij mee maakt. Visitekaartjes inboeken, facturen ordenen, social media bijwerken. Ineke krijgt er zonder meer warme gevoelens bij. En daarnaast verlaat ze het gebouw nimmer voordat zij een draaiboek met haar klant heeft besproken, waarmee hij of zij het zelf met een minimum aan inspanningen in de toekomst zelf kan bijhouden. Ineke, welkom in de studio. Dankjewel. Goedemiddag. Studio? Ja, sorry. In studio? Studio 29 hier aan de Brink in Laren. 3 jaar, een hele mijlpaal. Hoe en waarom ben je destijds een bedrijf gestart? Hoe? Nou ja, ik denk eigenlijk net als onder andere ondernemers, gewoon beginnen. Inschrijven Kamer van Koophandel. Precies. Ja. En dan terugkomen en horen dat je bedrijfsnaam niet mag. En dan weer gaan denken, jee, wat doen we nu? Had ik net mijn visitekaartjes besteld. Precies, ja. Zo ongeveer. Ja. Dus, eerst 100 euro weggegooid. Ja. Ja. Nee, maar vertel, vanuit welke passie, vanuit welke frustratie ben je ooit begonnen? Nou, niet zozeer uit de frustratie, maar vooral uit het feit dat ik merk dat ik het leuk vind om bij een bedrijf binnen te komen die, zeg maar, een stuk verder is en dan denkt van, oh jee, mijn backoffice is niet geheel op orde. En dan ben ik op mijn sterkst. Dan denk ik van, nou, kom maar op. Hoe chaotischer het kantoor, hoe blij je mij maakt. Ja, ja. En ik merkte op een gegeven moment, als dat dan op orde was, wat de managers dachten, yes, dit is helemaal toppie en we gaan nu gezellig verder, dat ik op een gegeven moment dacht, binder dan dit, wat doe ik hier? Maar als je het hebt over managers, dan heb je het niet over MKB-bedrijven waar van kleinere aard. Je geeft me daarmee het gevoel dat je voornamelijk voor grotere bedrijven werkt. Is dat juist? Of nou, je vroeg hoe ben ik begonnen. Dus ja, ik ben begonnen bij grotere bedrijven. Zoals PricewaterhouseCoopers bijvoorbeeld. Maar een klant. Ja. Dus, en daar merk je op een gegeven moment, als het dan loopt, dan is de uitdaging eraf. En dan ga je naar een volgende bedrijf. Okay. En toen merkte ik op een gegeven moment, ja, dit wil ik niet in loondienst iedere keer door en een soort jobhopper worden. Maar dat wil ik voor mezelf doen. Okay. En dan zeg ik, als de klus geklaard is, dan ben ik weer weg. En hoe kom je aan je klanten dan? Nou, vooral heel veel netwerken. Dus dit is een hele mooie gelegenheid. Ja, dankjewel. Ja. En ook via je netwerk. En hoort, burgers hoort. Dat merk je toch ook wel heel veel. Van dat als je ergens geweest bent en je hebt het goed achtergelaten, dat dan de volgende weer staat te kloppen. Ik hoor dat je beschikbaar bent. Mag ik met jou verder? Maar doe je het in je eentje? Of heb jij ook nog een leger met personeel achter de hand dat jouw schaalbaarheid mogelijk maakt? Nee, ik doe het in die zin alleen dat ik zeg van, nou, ik organiseer het. En wat al gezegd werd, ik laat het draaiboek achter. En dan zoek ik contact met anderen die dus ook back-office activiteiten aanbieden. Dan zeg ik, hebben jullie iemand beschikbaar die dan, zeg maar, de structuur daar kan volhouden? Oh, oké. En hoe groot is zo'n netwerk die je daarin om je heen hebt verzameld? Moeilijke vraag. Ja, groot. Ja, nee, we stellen hele moeilijke vragen. Ja, precies. Ja, en kritische vragen zijn we ook heel goed in, toch? Nou, ik niet zo, maar jij wel. Maar je hebt een enorm netwerk, dus voorlopig ben je van de straat. Ik ben zeker voorlopig van de straat, maar ja, het is altijd leuk. Ik zeg van, als iemand echt in de problemen zit, dan zeg ik van, joh, mailen en bellen kan altijd. Ja. En we ja, kunnen kijken. En als ik niet verder kan helpen, dan heb ik mensen om me heen die dan, waar ik ze graag naartoe verwijs. Maar je zit bij het RIVM momenteel, toch? Of? Ja, ik heb nu een klus bij het RIVM, de vernieuwing baarmoederhalskanker. En ja, dat is een heel leuk project, vernieuwing, dat zegt het al. We zijn bezig. En als dat in mei 2016 is afgerond, dan trek de deur achter me dicht en zeg ik, nu loopt het. En dan mag de volgende mag mee verder en dan is het georganiseerd. Want hoe groot is die afdeling of dat projectteam waar je dan nu bent ondergebracht?
Ja, dan praat je natuurlijk wel over structuren. Maar zeg maar, het team waar ik echt intensief mee samenwerk, dat is ongeveer 10 tot 12 mensen. Okay, die echt dat project vernieuwing doen. Maar ook MKB-ondernemers zijn toch welkom? Of? Sorry? MKB-ondernemers? Ja, ook. Maar het RIVM doe ik gedeeltelijk. En daarnaast doe ik ook MKB'ers waar ik dan zeg maar help structureren. Ja. En dan ben ik weer weg. Nou, hadden we het afgelopen week hadden we het over een aantal handige hulpmiddeltjes die je zou kunnen gebruiken in dat vervolgtraject. Nou, had je een aantal voorbeelden. Welke vond je zelf de leukste? Nou, waar ik zelf ook persoonlijk gelukkig van word, is bijvoorbeeld Koen. Ja. En Koen helpt je met het boeken van je uren, met de ritadministratie. Ik vind het heel fijn als ik in de auto stap, dan druk ik op een knopje en dan zeg ik start de ritadministratie. Ja. En als de auto stopt, dan druk ik weer op stop. En hij zegt hoeveel kilometer ik gereden heb, aan welke klant ik het wil hangen. Oh, serieus? Dat hij houdt ook op basis van GPS houdt hij de kilometers bij? Ja, je moet alleen natuurlijk wel even zorgen dat je aan hebt staan, je locatie. Klein detail. Ja, ja, ja. Oh, handig. En vervolgens met je uren kan je bijhouden? Ja, je kan daar wat ik daar ook heel prettig aan vind, het is heel kort. Je kan hem ook koppelen aan je agenda. Dus dan zegt hij, joehoe, dit moet je allemaal nog linken aan opdrachten. Ja, ja, ja. Of je natuurlijk je interne dingen als marketing, boekhouding, hoeveel tijd ben ik er eigenlijk nou echt mee kwijt. Kan je aan de hand van je agenda, zegt hij van, wil je dit nog toewijzen en zo ja, waaraan? Ja. En dan vervolgens zorgt hij ervoor dat het aan klanten gekoppeld wordt en aan opdrachten. Goed voorbeeld. Is dat iets voor jou, de Koen? Ja, dat geweldig lijkt me dat. Die lesuren duren toch per standaard duren die 50 minuten? Of, Nee, dat is heel verschillend. Oh, nee, dat is helemaal veranderd. Op de enige school bijvoorbeeld waar ik nu zit is het maar 45 minuten. En op andere scholen is het 70 minuten. En wat doe je het rest van het uur dan? De rest van het uur? Een koffie dat drinken? Dat noem je overhead. Administratie bijwerken. Ja. Proefwerken nakijken. Ja, even een sessie in business voorbereiden. Oh. Dus. Zonder gekheid. Waar vinden we jou terug op het internet? Waar vind je me terug op internet? Ja, sowieso natuurlijk op mijn website. Ja, oh, ja, ja. Ja. Maar mogen we die dan misschien weten? Ja, uiteraard. www.uniekvoorjou.nl. Ik ben te vinden op Twitter bij Iswart Den Boer. Ik doe hem onder mijn eigen naam, want ik vind, je bent niet je bedrijf, je bent het zelf. Ik verkoop mezelf en ik kom binnen bij de klant. En niet Unique for You komt binnen bij de klant. En ik help de klant graag verder. Ik ben actief op Facebook met Unique for You. Google+, noem het maar op. Leuk. Meneer Hansel, Ineke, dank je wel voor je komst. Hè? Graag gedaan. Ja, was minder eng, hè? Was helemaal niet eng. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Jouw muziek en nieuws uit je achtertuin. Dit is 6FM.